Hoi, vandaag ga ik iets vertellen over het verschil tussen heatpipes en vlakglascollectoren. In deze video vertellen we iets over het collectorrendement, welke financieel het meest aantrekkelijk is en welke het sterkste zijn. De vlakglascollector lijkt wat op een zonnepaneel, hij is alleen een stuk groter. Bij dit type zonnecollector zie je de warmtewisselaar niet, waardoor je een mooie strakke afwerking op het dak hebt. Bij de heatpipe collector zie je de warmtewisselaar wel zitten. Deze is namelijk opgebouwd uit glazen vacuümbuizen. Hierdoor zijn heatpipes meer gevoelig voor schade, door bijvoorbeeld hagel, vandalisme of tijdens het transport. Vlakglascollectoren kun je daarentegen gewoon op staan. Deze collectoren zijn erg sterk en hebben een langere levensduur dan vacuümbuiscollectoren. Bovendien is de vlakglascollector qua prijs een stuk interessanter. Bij dit type collector is nagenoeg het gehele oppervlak in staat warmte op te nemen uit de zon. In deze grafiek kun je zien wat het verschil in prijs per kilowattuur is over gemiddeld 10 jaar. Bij dit type collector wordt het oppervlak wat warmte op kan nemen uit de zon afgewisseld met loze ruimtes. Hierdoor haal je wanneer je kijkt naar het aantal geïnstalleerde vierkante meters met vlakglascollectoren een hoger rendement. Bij het ontwerp is het belangrijk om stagnatie zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom helpen we je graag bij het kiezen van het juiste aantal collectoren afhankelijk van je buffercapaciteit of je vraag. De grootte of de keuze voor een buffer of een boiler is afhankelijk van veel factoren, zoals het type opwekker, het type afgiftesysteem of zelfs het toepassen van een douche-WTW. Wil je meer weten van onze zonneboilersetjes en onze buffers en boilers? Bekijk dan onderstaande video's. Voor nu bedankt voor het kijken en heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.